gaan beginnen met een nieuwe serie Ponymoeders. Die is natuurlijk ook voor vaders, dus eigenlijk moet het ponyouders zijn. Maar ik ben een moeder en de vader van Tessa die heeft niet zo heel veel met paarden. Dus de meeste dingen komen wat dat betreft in ieder geval op mij terecht. Niet erg, want Alwin doet heel veel goede andere dingen. Maar het paardenleven van Tessa, dat draait voornamelijk dus bij mij. Dan loop je natuurlijk de afgelopen jaren, het zijn er inmiddels 6 denk ik, ja, 6 jaar, loop je tegen best wel veel dingen aan. En daar kan ik niet altijd zelf een oplossing voor vinden. Maar daar heb ik dan later wel een oplossing voor gevonden. En die oplossingen wil ik graag met jullie delen. Daar kun je misschien helemaal niks mee, maar het zou je ook misschien een setje in de goede richting kunnen geven. In jouw zoektocht naar wat is handig voor mijn kind, wat kan ik beter niet doen, wat kan ik beter wel doen. Goed, de eerste aflevering gaan we het hebben over instructie. Dus hoe ga je een kind instructie geven? Nogmaals, ik vertel alleen mijn ervaring. Dus het is puur een ervaringsdeskundige video waar eigenlijk vrij weinig wetenschappelijk bewijs of iets voor is. Of eigenlijk misschien wel helemaal niet, heb ik ook niet onderzocht. Maar ik ga vertellen wat ik gedaan heb de afgelopen 6 jaar met Tessa. En misschien haal je daar iets uit wat bij jouw kind ook zou kunnen passen. Of waar je jezelf goed bij voelt. En zo niet, misschien vond je het leuk om te kijken. 6 jaar geleden bedacht Tessa dat ze ging paardrijden. Toen ze 2 was, is ze daar al heel erg duidelijk in geweest. Zodra het kon, ging ze paardrijden. Dus ik heb toen meneesjes afgebeld van wanneer kan mijn kind paardrijden. Want toen ik begon was ik 3 jaar. Tegenwoordig kan dat niet meer. Vanaf 7 jaar kun je echt gaan paardrijden. Er zijn hier en daar wel wat mini-lessen te krijgen. Dan een kind een half uurtje of een uurtje op een pony rond mag rijden. Met begeleiding ernaast. Iemand die het kind vasthoudt. Hele makkelijke ponies. Maar goed, dat wist ik toen dus ook niet. Maar dat bestaat dus ook. De Arkelhoeve heeft dat bijvoorbeeld. Zo'n mini-les, dan loopt er de hele tijd iemand naast een hele kleine of een wat grotere pony. En vervolgens mag het kind daar dan een half uurtje op zitten. Hartstikke leuk, maar ik wist niet dat het bestond. Dus toen Tessa eenmaal 7 was, 3 dagen later geloof ik, was haar allereerste ponyles. Was toen op Meneesje Middenhof. Daar kreeg ze privé-instructie. Omdat ze natuurlijk helemaal nog niets wist over ponies, paarden en rijden. Ze had er wel allerlei ideeën over. Maar dat wil niet zeggen dat ze het ook kon. Dus toen heeft ze denk ik een klein halfjaartje in de privéles gezeten. Misschien 4 maanden. En ik heb langs de kant staan kijken. Nou, ze is in februari begonnen en in november heb ik Verona gekocht. Dus daar zat vrij weinig tijd tussen. In die tijd is Tessa overgestapt van de privélessen naar de manegelessen. Waar ze heerlijk op de manegeponies in het rijtje mee hobbelde. En daar allerlei leuke dingen over ponies geleerd heeft. Toen we Verona ongeveer een jaar hadden, heb ik haar eerste pony gekocht. Dat had er vooral mee te maken dat ze al een jaar lang voor Verona gezorgd had en daar ook mee reed. Natuurlijk op haar niveau. En manegelessen vond ze ook heel erg leuk om te doen. Maar Tessa heeft in het begin vrij veel angst ook gehad. En elke keer op een andere pony, dat vond zij vooral heel stressvol. Maar ze wilde wel heel graag. Ze heeft natuurlijk een ongeluk gehad. Nou, daar hebben we hele andere video's over. Maar daardoor is de angst voor paardrijden wel toegeslagen. Maar ze weigerde op te geven. Dus toen hebben we sterren gekocht. Nou, dat was een automaatje. Dus dat ging hartstikke makkelijk. Ik heb haar toen wel gelijk privéles gegeven. Ook met sterren. Maar achteraf gezien zou ik dat niet meer doen. Zij mocht namelijk ook in de manegelessen gewoon rondhobbelen. Dus zij hoefde nooit zonder begeleiding op haar pony te zitten. En ik denk dat dat de beste oplossing is. Nu achteraf gezien dan, hè. Toen dacht ik, ja, ze moet ook een privéles. Want wat leer je nou in een manegeles? Nou, in een manegeles leer je eigenlijk best veel. Je leert op je pony zitten. Licht rijden, de verschillende gangen, stap eraf voorop. Een klein sprongetje maken. Gewoon allemaal basisprincipes. En daar kan je dan wel bij zo'n jong kind ook privélessen tegenaan gooien. Maar voor Tessa was dat in ieder geval geen oplossing. Ik kon ook geen instructeur vinden die toen bij haar paste. Dat had er misschien ook wel mee te maken. Dus zij heeft, het was of te serieus of te hoog. Of weet je, niet echt iemand die een kind gaat begeleiden met een ponnetje. Nou, Sterre was natuurlijk een zeepony. Dus nee, dat was eigenlijk, ja, op dat moment kon ik daar niemand voor vinden in ieder geval. En achteraf denk ik ook dat het niet nodig was. Ze had heel goed deed in de manegelessen. Kon ze lekker met de vriendinnetjes in de manegeles op de ponies. Nou, lol voor 10. En dat is eigenlijk ook waar je zo'n eerste pony dan voor hebt. Dus achteraf gezien zou ik zeggen, eerst even een half jaar manegelessen. Kan je ook wennen.
Want je merkt heel erg dat manegeponies die zijn gewend om 1, 2, misschien zelfs wel 3 uur per dag te lopen. Dus die sparen hun krachten. En privéponies die geven zichzelf 100% in dat uurtje dat je erop rijdt. Goed, dus na een half jaar manegelessen met een privépony, toen werd het wel tijd om te beginnen aan privé-instructie. Dus gewoon aan privélessen. En dat heeft er voornamelijk mee te maken dat Tessa wat handiger begon te worden. Die reed natuurlijk 5 dagen per week in de manegelessen. Dus die had heel veel les. En die ging dus eigenlijk best wel snel vooruit. En dan komt er een moment waarop ze meer voor zichzelf gaan rijden. Nou, dat ging Tess natuurlijk ook doen met de vriendinnetjes op de ponietjes. En daar werden de meest prachtige hindernissen gebouwd waar ze met z'n allen in rijtjes zo overheen gingen. Er werden allerlei speeltoestellen neergezet. Nou, speeltoestellen, het waren hindernissen, maar dan van die schuimblokken en zo. Ze werden hele parcoursen gebouwd en werd steeds meer met vriendinnetjes rijden. En dan of ze de les over mocht slaan. Nou, dan merk je dat je kind er dus aan toe is om vanuit de manegeles over te gaan naar een privéles. Toen heb ik privé-instructie voor haar gezocht, zowel springen als dressuur. Inmiddels was natuurlijk Sterre overleden helaas en was Bella gekomen. Dus ik zocht wel iemand die dan bij Bella past. Bella vond springen in het begin niet zo makkelijk, dus dat moest allemaal geoefend worden. Hele fijne springinstructie kunnen vinden. Later. Maar in het begin heb ik best wel heel erg gezeten met dressuur. Nou, dressuur heeft ze toen uiteindelijk gedaan bij, niet bij Meneesje Middelhof, maar bij Stal Jespers. En Vereniging Eigen Paard. Nou, dat was hartstikke leuk en dan kon ze thuis oefenen. Maar je merkt wel, privéles ergens anders één keer in de week, in de 2 weken. En dan thuis oefenen, dat is voor een kind van, nou wat was ze toen? Ze is met 7 begonnen, dus van een kind van 9 is dat eigenlijk niet te doen. Eigenlijk, nu achteraf zeg ik, ja, super fijne lessen gehad. Daar heeft ze echt veel geleerd en naar de zin gehad. Maar als je wil dat ze het leren op een niveau komt, ja, dan is het eigenlijk te weinig. Was ook vaak, de reistijd was ook best lang. Dus ja, dan vaak gebeurt er iets. Of het is slecht weer, of het kwam van een van beide kanten niet uit. Dus ja, weet je, dan worden lessen 1 keer per 2 weken, soms per 3 weken. En dat is echt te weinig, kan ik nu achteraf zeggen. Achteraf zou ik zeggen, als je kind echt zo fanatiek is als Tessa, dan is het handiger om vaker les te hebben. Of in ieder geval op locatie. En dan misschien 2 keer in de week in plaats van 1 keer in de week. Dus dat ging niet helemaal zoals het optimaal zou kunnen. Wat niet wegneemt dat Tessa toen nog steeds heel erg veel lol gehad heeft. Heel veel buiten gereden heeft. De FNRS-proefjes gedaan heeft. In de BB gestart is met Bel. Gewoon puur voor het wedstrijdervaring. Dus op zich was het wel een heel erg leuke tijd. Nu weet ik hoe fanatiek ze is en kan ik makkelijk zeggen, toen had ik haar waarschijnlijk beter 2 keer in de week in de buurt privéles kunnen laten geven. Maar weet je, misschien had het ook helemaal geen nut gehad. Dat kan ik achteraf eigenlijk helemaal niet beoordelen. Ik weet nu dat ze, toen was ze ook al heel fanatiek en dat is ze nu nog steeds. Dus bij haar zou dat misschien aansluiten. Aan de andere kant, ze heeft echt heel veel lol met Bella gehad 2 jaar lang. Dus ja, hoe nodig is het dan dat dat beter had verlopen of meer les was geweest? Dat weet ik niet. Dus van daaruit heeft ze dus wel veel geleerd, maar ook nog heel erg veel gespeeld. En toen kwamen we op een gegeven moment op een punt dat we gingen stoppen bij Stal Jaspers. Voornamelijk omdat het natuurlijk ontzettend ver weg is. Elke week moesten we, of elke keer dat we erheen gingen, moesten we een uur met de trailer. Nou, daar en dan inpakken, uitpakken. Dan ben je alles bij elkaar, ben je zo 3-4 uur bezig met 1 les. Nou, dat gaat je niet in de koude kleren zetten. Dat is hartstikke leuk voor 1 keer in de 1, 2, 3 maanden. Zoals we nu bij Bianca springen. Maar dat is niet iets wat dan de basisinstructie zou moeten zijn. Nou, dan ga je dus zoeken. Want het is, we hebben nog verschillende andere instructeurs gehad hoor. Maar het punt is, probeer maar eens een kind les te geven. Veel instructeurs kunnen heel prima lesgeven. Die kunnen ook veel dingen vertellen. Maar om dat over te brengen op een wat jonger kind, dat is niet altijd even eenvoudig. En daar zit dan ook gelijk het probleem. Vind maar eens iemand die dat wel kan. Er komen toch veel terminologie ook in naar voren. Kinderen zijn stiekem, tenminste Tessa, die vindt het stiekem best heel spannend om les te krijgen van iemand. Die zal dus niet zomaar feedback daarop teruggeven van joh, dit snap ik niet of dat begrijp ik niet of zou je me hiermee willen helpen. Dat vindt ze best moeilijk, zeker op die leeftijd van 9, 10, 11 jaar.
Dus dat werkte eigenlijk slecht, mag ik nu achteraf zeggen. Dat heeft dus niks met de instructeurs te maken en niks met Tessa te maken. Maar de combinatie was gewoon niet optimaal. Met springen ging dat wel een stuk beter. Heeft ze eigenlijk altijd wel heel fijn les gehad. Ze heeft toen een tijd les gehad van Stephanie Gogh bijvoorbeeld. Die heeft er enorm geholpen met Bella leuk te laten springen. Dus dat ging fantastisch. Maar toch zonder dressuur geen springen. Dus dat bleef wel een hiaat. We hebben toen wel Roos Dijssen ook wel in beeld gehad. En die heeft Tess wel enorm geholpen met zit en houding. Maar dat zijn toch kliniekachtige bewegingen waardoor... Ze heus wel iets opsteken, maar er zit geen lijn in. Het is niet consequent en het is niet elke week dezelfde die je voor neus hebt. Dus ik moet nu achteraf zeggen dat ik dat beter anders aan had kunnen pakken. Maar ik denk ook dat ze wel veel geleerd heeft doordat ze verschillende instructeurs gehad heeft. En ook geleerd heeft om uiteindelijk wel haar mond open te trekken. Dus alles gebeurt altijd met een reden. Maar nu achteraf zou ik er dus andere beslissingen in genomen hebben. Nou, toen was ik dus uiteindelijk weer naastig op zoek naar een goede dressuurinstructie. En toen kwamen we bij de Arkhoef uit. Dat is nu 1,5 jaar geleden. Dus Tess is nu bijna 13. Dus toen was ze 11, 11,5. En daar waren Stephanie en Danielle Kok. En toen heeft ze daar eerst les gehad van Steve. Nou, dat ging eigenlijk best goed, hoewel ze Steve wel best indrukwekkend vond. Maar Steve heeft zelf kinderen, dus al heel snel ging dat eigenlijk heel makkelijk. En Daan was op vakantie, dus ja, Steve ging haar les geven. En dat ging eigenlijk vanzelf. Ik hoefde daar verder niet zo heel veel over na te denken. Ik had geen huilend kind in de auto of een kind dat dat niet begreep. Dus daar is ze met Bel toen begonnen. Dan gingen we één keer in de week gewoon naar de Arkhoeve toe. Kreeg ze daar dressuurles. En ja, dat ging eigenlijk best heel leuk. Toen werd ze natuurlijk te groot voor Bella en zijn we overgegaan naar Blondie. Een hele jonge pony. Ja, kun je afvragen, moet je dat doen? Weet ik niet. Tessa wilde Blondie en als Tessa Blondie wil, wil ze geen andere pony. Dus dan heb ik ook wel geleerd om dat dan maar los te laten. Want ze had met Bella natuurlijk, die was ook een hele jonge pony, pas ontzadel. En daar heeft ze eigenlijk heel veel plezier van gehad. Misschien had ze veel meer kunnen leren als ze een leermeester had gehad. Maar ze heeft heel veel plezier gehad en ik geloof niet dat ze Bel had willen missen. Dus dat was haar weg. Blondie, hetzelfde verhaal, alleen dan een pony met veel potentie. En ja... Toen kwamen we met Blondie bij de Arkhoeve en gingen we op vakantie. En toen zei Steven, nou laat hem dan maar hier staan, dan gaan wij hem wel eventjes rijden. Ik dacht, nou prima, altijd goed. Veel beter wordt het denk ik niet. Dus toen is Blondie daar komen te staan voor de kerstvakantie. En toen kwamen we terug en toen zei Steve, ja, laat die pony maar hier, want anders wordt het toch niks. Nou, zo Steve, duidelijk en kort door de bocht, maar wel heel fijn voor mij. Want nu had ik iemand die mij kon helpen, die mij... uit ging leggen wat de problemen waren, die mij ging begeleiden in van wat kun je allemaal met zo'n pony, wat moet je met zo'n kind. Dus dat vond ik echt heel erg fijn. Inmiddels kwam Daan dus terug van vakantie en die ging Tess ook lesgeven. Ja, Daan is natuurlijk ontzettend goed in moeilijke dingen makkelijk uitleggen. En die is ook heel rustig. Steve is ook wel rustig, maar ja, en vriendelijk, maar die is wat pittiger en Daan is net iets rustiger. En zo is Tess bij Daan terechtgekomen. Hun kijken ook altijd wie klikt er het allerbeste. Dus je kan met allebei een klik hebben en dan nog is er één die net even beter gaat. Nou, dat bleek Daan te zijn. Dus Daan heeft het vanaf daar overgenomen. En toen is Tessa in training gegaan daadwerkelijk. Dus die werd begeleid met freestylen, met springen, met dressuur, maar ook met longeren bijvoorbeeld. Dat heeft denk ik een halfjaartje geduurd ongeveer om haar wat meer op een niveau te krijgen met ook andere dingen die je met een pony moet doen. En ze heeft Daan ook wel geholpen met bepaalde dingetjes. Een keer een paard wassen, een keertje helpen met zadelen of poetsen. Of nou ja, gewoon allemaal van die staldingetjes. Tessa doet inmiddels ook elke dag de supplementen geven. Dus dat geeft haar meer inzicht in waarom je iets wel of niet met een paard doet. Nu moet ik wel zeggen dat training is wel een compleet ander niveau als één keer in de week een privélesje. Of twee keer in de week. En ik denk wel dat je kind daarbij moet passen. Dat betekent ook dat het niet voor ieder kind weggelegd is. En ik denk ook dat het vanuit het kind moet komen en niet vanuit de ouder. Tessa geeft steeds heel duidelijk aan dat ze bepaalde dingen wil leren. Zet zich daar heel serieus voor in. En is ook bereid daar echt dingen voor te laten. Want qua privéleven heeft ze natuurlijk niet veel. Want ze heeft natuurlijk een eigen pony. Ze heeft een jaar lang Boris ook gereden. En je merkt toch dat kost heel erg veel tijd. Ja, ze heeft een sociaal leven op de manege ook.
Nu met corona natuurlijk een stuk minder, maar dan nog. Zie je Tessa vrij weinig buiten met andere kinderen. Nou ja, spelen zal dan nu in de puberteit ook niet echt meer van toepassing zijn. Maar je ziet bij Tessa dus dat zij zich daar volledig voor inzet. En ik kan me voorstellen dat de meeste kinderen dat niet zullen doen. Tessa die zegt tegen de vriendinnen van school bijvoorbeeld heel rustig van, ja, ga ik niet doen, want ik ga naar stal. En ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen weggelegd is. Dus Tessa die wordt nu door Daan getraind. Die heeft 2 keer in de week les. Bij wedstrijden en zo wordt ze begeleid. Ze gaan dan regelmatig nog wel eens ergens naartoe. Waar een keertje een clinic is of wat dan ook. Dus het kost best wel veel tijd per week ook. En daar moet je als ouder dus ook achter staan. Nou, naast Daan heeft ze dan ook nog Bianca Schoenmakers. En die geeft haar 1 keer in de maand denk ik meestal les. Soms wat vaker, soms wat minder vaak. Maar die overlegt dus ook met Daan over hoe het gaat, wat de ontwikkelingen zijn, wat huiswerk is en allemaal dat soort dingen. Daan kijkt dan weer de video's die wij maken. Dus ja, die weten van elkaar heel goed wat ze met elkaar doen. Ik heb dan ook zowel aan Bianca gevraagd van hoe zij er tegenaan kijkt als Daan. We beginnen nu met Daan, want Daan is natuurlijk de algemeen juf of algemeen instructrice. Die doet dressuur en springen met haar. En daarna gaan we even kijken naar Bianca. Hoi, ik ben Daniella. Door mijn opleiding in Deurne heb ik de instructeurscursus niveau 3 gedaan. Ik ben nu bezig om dit jaar of in de toekomst te gaan leren voor de niveau 4. Om uiteindelijk naar niveau 5 te kunnen, om meer trainer-coach te kunnen worden. Dat ik nog meer bereid ben om het hele plaatje te kunnen trainen. Daarbij doe ik ook veel paarden trainen en aanrijden vanaf het laagste niveau, dus vanaf jong paard, tot echt het allerhoogste niveau. Mijn specialisatie ligt op het moment vooral bij dressuur, maar ik ben vroeger springruiter geweest en dat is altijd nog wel iets dat ik denk, misschien zou ik dat ooit nog eens kunnen weer. Misschien zou ik dat ooit nog wel weer eens willen. Test die doe ik nu 1,5 jaar trainen, dat gaat echt heel goed. Ik merk heel erg dat zeker het laatste half jaar dat Tess veel bewuster wordt van zichzelf en dat ze veel bewuster aan het trainen is samen met haar pony. Daar hebben we ook heel veel interactie over samen. Dus voor en na elke les doen we even bespreken. Hoe ging het van de week? Wat is je huiswerk voor van de week? En bij de volgende les doen we weer even kijken of het huiswerk ook gelukt is. Elke les beginnen we dan wel altijd weer eventjes aan de basis om te kijken of de basis goed is. En daarna kijken we wat we verder aan kunnen snijden tijdens die les. Maar ik merk echt heel erg aan Tess dat ze... Ja, het is heel fijn om Tess les te geven. Ze doet enorm haar best, is super fanatiek. We hopen heel erg dat de wedstrijden binnenkort weer aan de gang kunnen. Als alle corona weer zo goed als stabiel over voorbij is het liefst. Dat we weer lekker wedstrijden kunnen gaan rijden. Dat we natuurlijk ook kunnen laten zien wat we in de tijd nu bereikt hebben. Tessa heeft springles ook bij mij en heeft ook springles bij Bianca Schoenmakers. Wat ik enorm fijn vind is dat ik ook heel erg op één lijn lig met Bianca. Ik vind ook heel interessant de kijk van Bianca op paarden, op het trainen van paarden. Dus kan daar zelf ook nog heel veel van leren. En als Tess bij Bianca is geweest, of ik ga ook wel eens mee, dat we ook heel goed om samen te kijken waar we Tess nog beter kunnen maken. En ja, van de combinatie Tess en Blonda. En om van de combinatie Tess en Blondie natuurlijk een nog succesvollere combinatie te maken. In de zoektocht naar een goede instructeur is het natuurlijk belangrijk dat je iemand hebt waar je goed mee kan bespreken. En samen goed je doelen mee kan bespreken en daarin bewust kan trainen. Je moet een goede klik hebben met elkaar, je moet een goed gevoel hebben samen. Ik zelf ben ook heel lang op zoek geweest naar een goede instructeur en ben daardoor bij heel veel verschillende instructeurs en instructrices geweest. Het is niet dat ik iemand goed of slecht vond, maar de ene past gewoon beter bij je als de ander. Dat is gewoon heel erg gevoelsbewust. Ik ben nu ook nog wel eens aan het trainen dat ik iets voel en dat ik denk, oh ja, dat had die instructeur van 1 jaar of 10 geleden nog eens tegen me gezegd. Dat nu op zijn plaats valt. Ik vind het zelf heel fijn om te werken met mensen die fanatiek zijn, weten waar ze naartoe willen en ook bewust met het welzijn van het paard bezig zijn en het management. Dat we echt een heel team bundelen samen in plaats van alleen wij willen van A naar B en het paard moeten doen. Maar dat we echt aan de hele combinatie kunnen werken. Zelf ben ik ook nog niet uitgeleerd. Dus ik vind het, hoop ik van mezelf, een groot pluspunt en dat ik nog veel wil leren, ook met andere instructeurs meekijk, iedereen zijn
een visie erop zou willen zien. Ik ben daar heel erg geïnteresseerd in. Zodat je zelf, ja, je bent zelf gewoon nooit uitgeleerd. Dus het is heel belangrijk dat met de keuze van de instructeur-instructrice, dat je kijkt wat goed bij je past. Iemand waar je goed mee kan overleggen. En die samen met jou er vol voor wil gaan. Nou, zo denkt Daan er dus over. En dan gaan we nu eventjes over naar Bianca. Nou ja, ik ben dus Bianca Schoenmakers. Ik woon in Gelderop bij Eindhoven. En ik ben freelance ruiter en instructeur en algemeen paardenvrouw. Mij kun je voor alles eigenlijk rondom paarden inhuren. Ik geef dus erg veel les en ik geef eigenlijk les op springles vooral. Maar in mijn springles komt een heel deel dressuurmatig werken terug, omdat ik vind dat de meeste problemen die in het springen ontstaan al in het dressuur opgelost kunnen worden, of in ieder geval ook in het dressuur veroorzaakt worden. Mijn les is eigenlijk een volledige. Ik geef zelfs ook wat dressuur uit als les. Maar wat ik al zeg, ik geef dus op alle niveaus les. Dus ik geef, dit is een Tessa die dus eigenlijk nog geen wedstrijden rijdt, maar wel ambities heeft. Ik geef ook ruitersles die al zet en in 40 rijden. En alles ertussenin. Ik vind het belangrijk om zeker met een meisje als Tessa. Tessa is nog jong, heeft nog weinig ervaring. Geef je natuurlijk anders les aan dan aan iemand die al op niveau rijdt, die veel paarden heeft gereden, veel wedstrijden heeft gereden. Maar ik vind het eigenlijk in alle niveaus belangrijk om uit te leggen waarom iets nodig is. Ik kan wel zeggen van je moet hier iets meer been of daar iets meer hand, hè, of juist iets minder. Ja, dat zal allemaal wel, maar ik vind het belangrijk om het waarom uit te leggen en waarom dat we bepaalde dingen doen. Dat probeer ik mezelf ook altijd een beetje in bij te scholen, in de zin van als ik zelf aan het rijden ben of als ik aan het kijken ben, ja, waarom doe ik dit en waarom willen we het zo? En ik denk dat daar best wel heel veel winst in te behalen is. Want een goede ruiter betekent niet altijd een goede instructeur. Er zijn heel veel hele goede ruiters die niet zo goed kunnen lesgeven. Omdat die ruiters van zichzelf zo ontzettend veel talent hebben. Dat bij hun alles vanzelf gaat. En dat ze eigenlijk dus helemaal niet over na te denken. Over waarom er dingen gebeuren. Waarom dat ze dingen moeten doen. En dat dus ook heel moeilijk over kunnen brengen aan een jong meisje als Tessa of aan een iets oudere ruiter. Nou, wat moet je dus als moeder op letten? Het is sowieso altijd een kwestie van uitproberen. Natuurlijk past een instructeur bij mijn ruiter. Ik bedoel, er zijn ook mensen, ik ben vrij direct, er zijn leerlingen die daar niet zo goed tegen kunnen. Ja, dan moet je inderdaad een andere instructeur kan kiezen. Ik vind dat heel moeilijk, dat is mijn eigen manier, dat is mijn karakter. Dus dat kan ik toch niet veranderen. Dus dat moet bij je passen. Maar ook dus, je moet die instructeur begrijpen. Je kan wel bij een instructeur gaan lessen die op een heel hoog niveau zit, maar hele moeilijke woorden gebruikt en zegt hoe je dingen moet doen, maar niet waarom. Ja, dat kun je ook weer niet. Dus het is altijd een kwestie van uitproberen. Over het deel 2 instructeurs. Dat kan in mijn ogen prima. Dan heb je toch wel een beetje 2 à 3 instructeurs. Dat kan. Heel veel meer wordt een beetje lastig. Omdat het zeker aan jonge mensen kan het wat verwarrend zijn. Het is wel belangrijk dat die instructeurs op elkaar ingespeeld zijn. Of in ieder geval bij elkaar passen. Dus als ik zeg tegen Tessa, ik wil dat je dit met je been doet en dat met je hand. En dan zegt de volgende instructeur precies het tegenovergestelde. Ja, daar heeft ze niks aan. Daar raakt ze van in de war. En daar raken de instructeurs ook van gefrustreerd. Want ik zeg elke week dit en ze doet het gewoon niet. Want die andere instructeur die zegt het tegenovergestelde. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat de instructeurs op één lijn zitten. De instructeurs die je gebruikt. En dat die dus ongeveer hetzelfde vertellen en ook met elkaar kunnen overleggen. Er moet natuurlijk niet een grote concurrentie of een onvrede tussen 2 instructeurs zitten die je gebruikt. Dat kan wel eens. Want als dat is, dan gaan die instructeurs elkaar altijd tegenwerken en er is er maar 1 de dupe van en dat is de leerling. En hoe is het voor jou om nu ruim een jaar met Tess bezig te zijn en dat in combinatie met Daan te doen? Nou, ik vind het heel leuk. Kijk, ik geef Tess niet zo heel vaak les. Het komt af en toe bij mij trainen. Hè, dat is, nou is het toevallig 2 weken geleden. Maar meestal is het zo eens 1 keer in de maand, 2 maanden ooit. Ja, een beetje druk met school. En dan is het wel heel leuk om eigenlijk de dingen die ik ze toen als een huiswerk heb meegegeven, om die verbeterd te zien. Hè, en dat dus ook te weten dat Daan de video heeft gekeken van de les, daarmee aan de slag is gegaan. Hè, en dat Daan zich dus kan vinden in datgene wat ik vertel. En daar ook met Tessa weer mee aan doorwerken gaat. Dat is wel heel leuk om te zien, ja.
En heeft het al nut om te trainen bij jou als je eigenlijk net begint met paardrijden? Ja, dat kan. Ik heb toevallig afgelopen week ben ik een clinicdag gaan geven op een manege. En er waren eigenlijk grotendeels manegeruiters die erin mee reden. Wel manegeruiters die dus allemaal deden springen of een leasepaard hadden. Maar heel weinig eigen paarden. En eigenlijk ging dat ook prima. Ja, tuurlijk, het kan. Van de andere kant denk ik, als je een instructeur misschien dichter in de buurt hebt, die het kostenplaatje misschien net iets minder duur is dan ik ben, ja, dan kun je ook natuurlijk een stapje lager gaan. Maar ik zeg, ik geef alle niveaus les. Het is belangrijk vooral de klik tussen mij en de leerling. Leerling en mij. Dus je wil ook rustige Shetlander les geven? Ja, geen probleem. Ja, cool. Ik vind het wel belangrijk dat een kind, ook een Shetlander kind, dat ze in ieder geval ambitie heeft. Hè, dus dat er een doel is van, hè, we willen wedstrijden gaan rijden en we willen op een, ja, het uiteindelijke doel is concours rijden. Hè, niet alleen maar een beetje leuk rondhobbelen en als het vandaag iets minder gaat dan gisteren is het ook goed. Ik moet wel een beetje iets willen en natuurlijk, ja, heel jonge kinderen. Ik kan wel ooit misschien net iets te technisch worden. Ik moet even zwaaien naar iemand. Ik kan misschien wel ooit net iets te technisch worden voor kinderen onder de 10. Nu hebben jullie ook van twee instructrices gehoord hoe die er tegenaan kijken. Dus ik hoop dat jullie met deze video, maar ook met de toevoeging van Daan en Bianca, een beter beeld hebben gekregen van hoe je naar instructie zou kunnen zoeken. Hoe je naar instructie kunt kijken. Het is natuurlijk nog steeds hartstikke moeilijk om dan ook nog iemand te vinden die bij je past en klikt. Maar dat is toch een kwestie van uitproberen. Dat hebben we met Tess natuurlijk ook gedaan. Daar hebben we, tussendoor denk ik wel 4 of 5 verschillende instructeurs gehad of instructrices. Om te kijken of dat klikte. We zijn zelfs naar andere mensen toegegaan die wat verder weg zaten. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat, ook al was het verder weg, het niet per se goed hoeft te zijn in de zin dat de match de klik er is. Dit was mijn weg in de instructie tot nu toe. Deze video kan ik waarschijnlijk over 5 jaar gewoon opnieuw maken. Want er zullen er vast weer allemaal andere dingen gebeurd zijn. Je weet nooit hoe het morgen gaat. Dus voor nu wil ik jullie in ieder geval meegeven dat geef niet op. Er is altijd hoop. En er is altijd iemand te vinden die bij je past. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nog meer ideeën hebben over waar ik je bij kan helpen, laat het dan hieronder in de comments achter met mijn ervaring. En soms kan ik er zelfs een deskundige bij halen. Dus heb je ideeën voor ponymoeders of ponyouders, dan hoor ik het natuurlijk heel graag. En dan ga ik uitzoeken of ik daar een video van kan maken. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!